Ja, richting het leger des Heils gerend. Ja, geen zicht meer. Collega's erachteraan. Leger des Heils. Frank heeft er twee in de bus. We zijn er twee binnen. We hebben er twee aangehouden. Eentje is de weg gerend richting leger des Heils. Daar loop ik nu naartoe. Is er misschien even een eenheid die even naar Frank kan gaan, richting Kapelse Brug? Die staat als goed met twee arrestanten in Zuppie. Ja, 27 gaan. Meldkamer, 604. 604, over. Is de Zulu toevallig in de buurt? Daar zit waarschijnlijk ergens in de bosjes. 604, we gaan even bellen, over. Ja, super. Ja. Kijk, we zagen drie gasten lopen daar zo. We stoppen en... We klisten er meteen twee, maar ja, eentje die piept er tussenuit. En vervolgens zijn we bezig met afboeien. Zegt een vrouwtje van, hij rent richting Leger des Heils. Ja, weet je. Dat is wel een tijdje geleden al. Nee, het is echt net vers van de pers. Nou, is het meest makkelijke dat jullie hem meenemen? Wij hebben natuurlijk gezien hoe hij eruit zag. Ja, vind ik ook goed. Ja, tuurlijk. Wil je met onze bus of wil je met je eigen auto? Nee, maakt mij niet uit. Hij is goed, doet rustig, man. Hij is relaxed. Hey, wat deed die bus rijden, joh? Ja. Oh! Neem wij onze auto mee? Alsjeblieft. 604. Hallo, ja, over. Oké, top. Ja, Zulu vliegt nu ter hoogte van onze locatie. Ja, zie je lampje hoor. Beetje aanwijzing waar we moeten zoeken. Ja, vanaf onze locatie ziet u een vrachtwagen parkeren plaats. Daar is de verdachte langs gelopen. En dan richting het metrospoor, metrobaan. Ja, we gaan even de zaak bekijken. Ja, en dan globaal gezien richting McDonald's. Ja, is ontvangen. 0604, de Zulu. 604. Ja, ik heb de strook meermalen bekeken, alle twee de kanten. Ik zie jullie duidelijk staan, maar ik heb geen persoon kunnen vinden in de passages langs de metrobaan. Zowel richting aan de kant van de Mac als aan de binnenkant, over.